Hi, ik ben Bente en ik studeer Creative Business. En ik ben lid van de studievereniging Creatrix Populus. Bij Creatrix Populus hebben we verschillende uitstapjes en activiteiten dat een aanvulling is op jouw opleiding in de creatieve industrie. Hi, ik ben Mirjam. Ik zit bij Bouwkunde. We hebben de studievereniging Veerplaza en wij organiseren hartstikke leuke dingen. Aan het einde van de periode doen wij periodeborrels en we doen wel eens skivakanties. En aan het einde van het jaar doen wij een barbecue om het jaar af te sluiten. Ik hoop jullie snel te zien. Hi, ik ben Britt Jansen en ik studeer Tourism Management bij In Holland Haarlem. Ik ben de penningmeester van Voluptuaria. Wij organiseren met Voluptuaria onder andere gastcolleges, maar ook werkbezoeken. En daarnaast vinden wij het heel leuk om gezellige activiteiten te organiseren, waaronder een cocktailworkshop. Oké, nou, mijn naam is Myrthe. Ik doe de opleiding MBRT en ik zit bij de studievereniging Röntgenius. We hebben hartstikke leuke uitjes, zoals naar Corpus, soms gaan we naar Wenen. Als je nou geïnteresseerd bent, dan kun je even een kijkje nemen bij het Instagram-account van Röntgenius. Dus check het even. Hoi, ik ben Laura en ik studeer Social Work. En ik zit bij de studievereniging Personalia. En Personalia is voor de studies PABO en Social Work. We organiseren heel veel leuke activiteiten zoals bowlen, zwemmen, uit eten, barbecuen, pubquizzen en nog veel meer. Dus wil jij op de hoogte blijven van wat wij doen? Hou dan onze Insta en Facebook in de gaten. Hoi allemaal, ik ben Jolle. Ik ben lid van de studievereniging Lepidoptera. We organiseren leuke activiteiten. We helpen je bij je opleiding, bij programmeren, maar natuurlijk ook bij alles wat daaromheen komt, zoals werk. Ik hoop dat ik je volgend jaar terug kan zien op het In Holland. Mijn naam is Matthew, ik ben van Movemental en wij van Movemental organiseren feestjes en activiteiten zoals de Introweek en de Wintersport.